De bibliotheek op de Neude wilde graag een kunstwerk om wat meer op te vallen. Het werd dit werk van Maarten Baas, Intellectual Heritage. Heel spannend voor mij, want ik weet dat ik ook iets maak op een gebouw wat een belangrijk gebouw is voor Utrecht. Alle borden hebben wel een specifieke reden waarom ik hem erin heb gezet. Nijntje, dat is duidelijk natuurlijk. Kijk, je ziet daar ook zo'n boek bladeren. Silence, hè. Je schreeuwt heel hard om stilte. De bibliotheek moet ook zo nodig Instagrammable zijn, weet je wel. En dacht ik van, nou ja, dan gaan we dat eens eventjes heel erg uitvergroten. En zo kwam Maarten Baas op dit kunstwerk, waarbij het allemaal draait om dat contrast. Ja, ik ben er heel blij mee. Het werkt zoals ik wilde dat het werkt. Het is zo'n enorm contrast met het gebouw, wat juist een heel gesloten en symmetrisch, statisch gebouw is. En dan zo'n enorme explosie van licht en kleur. Vind ik wel echt een aanvulling op wat het is. Maar zoals meestal met kunst is niet iedereen blij met het werk. Ik denk dat elke kunstenaar gewend is dat je, wat je ook maakt, dat je verschillende meningen krijgt. En ik heb ook de meningen van volwassenen zijn gemengd, maar ik denk ook wel dat het steeds meer groeit en dat Utrecht hem gaat omarmen.